Nog 20 inwoners. Kom op jongens, doe even foekie foekie. Dan heb ik al milestone bereikt. Hey Blokke Gamers en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Cities Skylines. Dit is de allereerste video dat ik opneem met mijn gloednieuwe videokaart, de Nvidia GTX 69 4 GB. En dit is ook de eerste keer dat ik met een gloednieuw programma aan het opnemen ben. De OBS Studio heet dit. Dit is niet de normale OBS, maar OBS Studio. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. Wij gaan vandaag een gloednieuwe stad beginnen. Ik had net al een stadje gemaakt, alleen ik was in 27p en niet in 1080p. Dus, maar als het goed is, is hij nou in 1080p 50 fps. Als het goed is. Allereerst moeten wij eventjes een map kiezen. We hebben Diamond Coast, we hebben Sandy Beach, is ook heel vet hoor. Maar Shady Strands, een rivier eroverheen, Island, Westwood. Ja, ik denk dat Foggy Hills wat moois is. Start. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit vandaag gaat lopen. Ik had eigenlijk al, volgens mij bouw ik het zometeen gewoon direct hetzelfde, want ik moet hier ook nog van alles leren. Deze game heb ik ooit een keertje gekocht, omdat ik heel erg van SimCity hou van die spellen. Alleen dit spel, dat snap ik echt nog helemaal niks van. Als ik heel eerlijk ben, ik snap er nog helemaal niks van. Maar dit is dus de tweede keer dat ik deze game nou aan het spelen ben. Deze ga ik zo doen, want daar had ik net namelijk fout gedaan. Zo. Dat vind ik wel jammer hoor, want dan moeten we precies... Het kan wel, maar er moet net eentje hier. Hier zo, over de borden. Maar ja, dat gaat helaas niet. Wat wij nou eerst nodig hebben, is natuurlijk huizen. Die en die. Zo, ja, deze wordt natuurlijk wel doorgetrokken, hè. Dus laten we die direct even doortrekken, want ik ken mezelf. Dan vergeet ik dat. En die wordt ook doorgetrokken. Dat wordt dus de hoofdweg. Wat wij dan nodig hebben, is een wind turbine. Dat doen we hier bovenop, want hier waait het namelijk heel hard. Kun je hem ook op zee zetten. Op zee, op water. Nee, dat kan niet. Mm. Ik denk dat we hem gewoon hier neerzetten. Want hier moet namelijk ook de waterpomp. En dan hoeven wij niet zoveel van die dingen te kopen. Doen we direct twee. Zo. Dan moeten wij deze moeten wij doortrekken. Daar naartoe. Zo. Dan moeten wij nog een waterpomp hebben. Kijk, het water loopt die kant op. Dus ik weet een klein beetje van, maar niet exact. Kijk, want deze zetten we dan hier neer. En dan moeten wij de riolering moeten wij erachter zetten. Want de poep, die gaat natuurlijk... Of de riolering eigenlijk. Die gaat natuurlijk met de stroming meer. En als ik hier de pomp neerzet en ik zet daarachter, zet ik de riolering. Nou, dan komt het vieze water komt dus in het schone drinkwater. En dat is daar weer eventjes niet de bedoeling. Dus ik zet deze hier neer en de riolering zet ik hier neer. Zo, dan moeten wij dit nog met elkaar verbinden. Dus laten wij dit gewoon... Ik doe het wel onder de wegen hoor, ik vind dat het makkelijkst. Dan weet ik zeker dat alles wordt aan... weet wel dat alles is geconnect. Zo, die zijn ook aan elkaar vast. Nou, jullie krijgen zometeen water, jongens. Als jullie nou eventjes wachten. Want als het goed is, heeft hij stroom. Als het goed is. Maar dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij wel. Ja, kijk. Goed, dan hebben we nou al eerst een paar huizen. Wat we dan gaan doen, dan trekken wij een weg deze kant op. Dan doen we eventjes helemaal in de hoek. Dat is niet de mooiste, maar goed. Er moet eentje kleiner. Kijk, wat dan... Ze moeten echt exact met elkaar connecten. Maar ja, dat wil nou net eventjes niet. Dus dan maken we hier eventjes een vierkantje. Zo. En dan gaan wij hier allemaal industrie doen. Dit stuk. Die hebben natuurlijk ook water en energie nodig. Dus die krijgen hun eigen elektriciteit. Zo. Alleen voor die. En dan trekken wij nog eventjes een pijpleiding direct zo. Bzzzt, zo over de weg heen. En dan weet ik zeker dat alles water krijgt. Zo. Dus zoals ik al zei, ik moet nog heel veel leren van deze game. Dus als jullie nog tips of iets dergelijks hebben, laat het me dan alsjeblieft weten. Want ik snap er helemaal niks van. Tenminste, of ik snap er nog niks van. En ik ben nog heel donker, dus ik moet mijn lampje aanzetten. Zo, dan ben ik weer wat beter verlicht. Nee. Ik moet echt exact juist, zo. Nou, hier maken wij dan ook nog eventjes dat van. Zo, en dan... Maken wij hier... Trekken we dit eventjes door. Maken wij hier dit. Zo. Wordt dit allemaal winkels? Behalve dat.
Ik moet wel in rechte lijn. Zo. En dan gaan we dit nog eventjes doortrekken. Dan wordt het één groot kruispunt. Dan kunnen ze zo langs elkaar heen. Maar ja, ik heb altijd SimCity gespeeld. En dit spel speel ik eigenlijk niet. Ik heb het wel een keertje gekocht. Maar ja, zoals ik al zei, ik speel het eigenlijk bijna niet. Maar ja, het probleem is, als ik het niet vaak speel, ja, dan leer ik natuurlijk ook niks, toch? En zo is het. Maar goed, dan moeten we dit nog eventjes doen. Ik wou wat zeggen, maar ik weet niet meer wat. Fijn. En trouwens, OBS Studio, dat bevalt me ook heel erg, hoor. Het is gewoon een veel strakkere uiterlijk. Dat is wel fijn. Zo, maar ik denk dat ik ook wel, zeg maar, buiten de opnames, dat ik dan ook wel zelf een start ga bouwen. En als ik hier één keer mee bezig ben, dan ken ik mezelf. Dan gebeurt er niks anders. Reach a milestone. To unlock more services for your citizen, grow the population to reach milestones. Click on the milestones button to see what will unlock and when. Oké, wat is de milestone button dan? Wat is de milestone button? Milestone. Moeten we 440 mensen moeten we hebben. Nou, dan spoelen we de tijd eventjes door. Saving, packaging. Ja, dat zien jullie niet, want er staat mijn facecam onder. Maar dat, ja, die geld nodig ofzo. En het wordt donker. Het wordt donker. Maar ik ben echt blij dat ik een gloednieuwe videokaart heb, jongens. Dan kan ik tenminste weer goed opnemen in 50 fps. En ik heb net eventjes Just Cause 3 gespeeld en het loopt als een trein. Maar ik weet niet of ik dat in 50 fps kan opnemen. En hoe dat met de opnames onder het opnemen gaat. Dus dat moet ik ook nog eventjes doen. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar voor nu werkt die perfect. En er zitten ook mooie ledlichtjes in. Daar ben ik ook wel blij mee. Maar als ik nu in mijn computer kijk, zie je ook van die ledverlichting. Dat is ook wel grappig. Dat heb ik ook nooit eerder gehad. Goed, kijk. We hebben nu 309 mensen. Er moeten nog meer mensen komen. Please. Wie gaat het nou? Kun je ook zien hoe laat het is? Infoviews. Oh ja, volgens mij kon je niet zien welke kant de wind op gaat. Want de normale SimCity, dan zie je van die pijlen waar de wind naartoe wordt geblazen. Alleen dat zie je hier niet. En dit is volgens mij de juiste traffic. Dus dat valt ook nog wel meer. En hier hebben we de blijdschap. See more information about buildings, vehicles and citizens by clicking them. Low destiny residential building. Oh, nou zijn ze weer blij. Mooi. Kijk, ze zeggen, iedereen zijn blij, dus hebben ze ook allemaal water, ja. Connect the water pump and drains with water pipes. And draw pipes under your city to provide buildings with water. Note that the water pumps and drills also need electricity to work. Joh. Meen je dat? Dat wist ik niet. Make sure your water pumps are located upstream from the drain pipe to avoid contaminating the water supply. Ja, dat zei ik al. Economy panel unlocked. Mooi. We zijn bijna nog 20 inwoners. Kom op, jongens, doe even foekie foekie. Ze heb ik een milestone bereikt. Dan kunnen wij volgens mij Texas kunnen wij doen. Oftewel, hoe heet het ook weer in het Nederlands? De belastingen. Dat was het, de belastingen. Kijk, heel veel mensen die willen in de stad wonen. Dat is mooi, dan trekken wij dit gewoon nog eventjes door. Even kijken hoor. Nee, er moet eentje verder. Eentje terug. Hier. Juist zo. Wat nou? Kijk, want ik wil dit namelijk allemaal één weg. Want op een gegeven moment kunnen we dit dan allemaal doortrekken, zeg maar. Want nu kunnen ze alleen maar zo en dan weer terug. En dan kunnen ze niet, helemaal die kant op. Maar dat komt vanzelf nog wel een keertje, denk ik. Dan hebben wij nog more options. Hey, congratulations, Little Hamlet. 440 mensen. Yay. Garbage, dat moeten wij ook doen. Dat ben ik de vorige keer net vergeten. Dus dit gaan wij zo doen. Er willen heel veel mensen in de stad wonen. Dat vind ik mooi. En kun je trouwens ook parken aanleggen. Dat ze nog blijer worden. Laten we dat straks... Ja, hier denk ik, hè. Park and plazas. Reach population of 1400. Oké, nou dan weten we dat. En dan gaan we deze ook even connecten. Zo. Ja, dat ziet er toch net iets mooier uit. Dan doen we nog een healthcare. Kan hier in het midden. Snik. Zo. Als het goed is, zijn ze allemaal blij. Juist. Dan moeten we nog garbage hebben. En ik denk dat we dat gewoon hier bij de industrie doen. Zo, garbage. Dat hebben we ook nodig. Goed.
We hebben al een mooie kleine start voor elkaar zien te krijgen. Dus hopelijk gaat het de volgende keer groeien we nog verder. En ik ben zo blij dat ik nou een gloednieuwe videokaart heb. Maar goed, dat had ik al vaker gezegd. Als jullie nog tips hebben voor deze game, laat het me dan alsjeblieft weten. Want ik moet nog alles leren van deze game. Want er zijn vast wel mensen die deze game wel veel vaker hebben gespeeld. Dus als je nog tips hebt, laat het me dan alsjeblieft weten. En ik zie nog eventjes dat hun water nodig hebben. Dan krijgen jullie dat. Prestatie ontgrendeld. Foggy weather. Wat is met foggy weather? Ik weet het niet. Maar goed, als jullie dit een leuke video vonden, zullen jullie het dan een blauw duimpje omhoog willen geven. Laat me ook weten wat ik natuurlijk de volgende keer moet doen of wat gewoon beter is. Dan kan ik dat de volgende keer namelijk goed uitwerken. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan voor een volgende video. En hopelijk zien jullie de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering. Of bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En hopelijk tot de volgende keer. Kallen! We'll be right back.